Het leegstaande pand aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel, waar voorheen het Dierenthuis was gevestigd, blijkt gewild te zijn bij de krakers. Burgemeester Van der Meijden heeft het vorige week laten ontruimen en beslag laten leggen op de spullen. Dat gebeurde na een melding dat er allerlei goederen naar binnen werden gedragen. Een dag eerder werden al drie mannen opgepakt die van plan waren om het pand te kraken. Eerder werd ook al een kraker opgepakt. Het pand is inmiddels dichtgetimmerd.